Eigenlijk had ik vandaag een cowboyhoed op moeten doen, want het is vandaag de dag van de countrymuziek. En ja, de dag van de countrymuziek, wat gaan we daarbij tekenen? Nou, misschien inderdaad zo'n cowboyhoed of een lasso of ja, muziek, countrymuziek. Daar hoort misschien een banjo bij. En ja, wat, een viool. Ja, dat is ook echt wel countrymuziek. Viool, banjo. Nou, goed. Teken je weer mee? Ja, country muziek, wat gaan we daarbij tekenen? Nou, laten we wat country western instrumenten gaan tekenen. Dingen, ja, instrumenten die je veel ziet in de country western muziek. Nou, laten we eens beginnen met een mondharmonica. Zo. Even kijken of dat zo een beetje kan weergeven. En dat zijn handharmonica van die gaatjes, vierkante gaatjes. Moet ik weer te geven zo. Dus je moet de onderslijn even wat dikker maken zo. Het zijn vierkante gaatjes, dus ik ga even zo doen. Ja, dan zit hier zo'n metalen kast voor het geluid, zeg maar. En hier staan de getalletjes op. Nou, ik denk dat dit best wel een aardige mondharmonica is, zo in het zwart. Ja, western gitaar. Laten we er eentje gewoon even rechtop zetten. Ook nog niet zo makkelijk. Zo, er zit hier een hele grote metalen klanktrommel. Van metaal. Ik vind het een prachtige gitaar altijd. Dan lopen hier die snaren natuurlijk en hier de verschillende fretten. Zo, ik zet gewoon puntjes hoor, want ik ga het niet even tellen. Het gaat erom dat we een gitaar weergeven. En zo. Het gaat erom dat je het idee krijgt van een gitaar natuurlijk. Stemknoppen. Nou, die snaren die gaan we nu dan niet tekenen, want die zie je niet. Dat zijn witte, het zou witte lijntjes zijn. Ik kan hier wel zo een beetje doen. En ja, dan zit hier nog een F-sleutel zo. Eentje, het spiegelbeeld ervan. Zo. Volgens mij moet dit kleiner dan dit. Dit moet groter. Nou goed. Wel een beetje idee. Nou, een viool is natuurlijk ook een bekend western instrument. Country western instrument. Ook niet zo heel makkelijk te tekenen. En zit ook hier. Heb je al die F-sleutels erop staan. Nou, dat wordt hier al heel sumier zo. Ik
Ja, en er hoort natuurlijk een strijkstok bij. Die gaan we er even gewoon voorlangs doen zo. En veel. Nog heel bekend ding natuurlijk uit de western muziek. Nou, het had rond moeten zijn. En zo. Ja. Je denkt, wat is hij nou aan het tekenen? Nou. Dus het moet een banjo worden. Ook de typische country western klank. Banjo. Ja, dan denk ik dat we het wel een beetje hebben gehad. Nou ja, wat je kan je nog meer doen? Misschien een cowboyhoed. Hè? Hoe ziet die er dan uit? Zo. Een cowboyhoed. En die heeft zo'n deuk, van die deuk hier zo zitten. Zo, cowboyhoed. Een cowboylaars. Dat is natuurlijk ook iets typisch country western. Laars. En die heeft dan, ja. Mag ik ook nog zo'n inham hier zitten, zo. En dan is dat nog mooi bewerkt, zo. Zie je het? Er kan natuurlijk hier nog zo'n sporen voor het paard aan te sporen, zeg maar. En ja, versieringen staan er altijd op cowboylaars, hè. Dus het kan van alles zijn. Cowboylaars. Waar denk ik nog meer aan bij country western muziek? Line dance. Ja, noten natuurlijk. Die mogen er best bij, zo. G-sleutel. De G-sleutel. Ja, wat zie je ook nog in de westerns? Cactussen natuurlijk. Goed, noem maar op. Ja, zakdoek. We zien hem nu ook veel voorbij komen tijdens de boerenprotesten. Een zakdoek. Nou, zullen we maar stippeltjes geven voor de gein. Misschien niet zo stoer voor een cowboy, maar... Een zakdoek. Ik zou zeggen, ga zelf ook aan de slag met country western symbolen of tekeningetjes. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!